Iedereen die deze video liked en abonneert op dit kanaal komt in beeld. Dus ben je nog niet geabonneerd met het belletje aan? Doe dat dan nu en wie weet kom jij in de volgende video in beeld. Dit zijn in ieder geval de laatste 10 abonnees. Oh ja, en voor ik het vergeet te melden, hier hebben we nog 3 abonnees die al lang geabonneerd zijn en graag in beeld houden. Dus wil jij ook nog eens in beeld en ben je al lang geabonneerd? Laat een comment achter en ik ga je in beeld doen in de volgende video. Welkom bij een gloednieuwe video. En in deze video, zoals jullie kunnen zien, is het alweer 3 uur 's nachts. Sterker nog, het is al 3 uur 's nachts geweest. Want toen wou ik eigenlijk alles al klaarzetten voor de video. Voor wij verder gaan, like even deze video in 3 seconden tijd. Want anders word je namelijk ook bezeten door een haunted doll ofzo. Want ik hoor steeds meer klachten van mensen dat een hele enge bezeten pop voor mijn huis is. En eerlijk, ik begin er tegenwoordig veel last van te krijgen. Het is echt alsof mijn huis echt waar bezeten is. En weet je wat, misschien is het ook voor de hoogste tijd om zo eens even te kijken. Het is echt bizar wat de laatste tijd eigenlijk aan de gang is. Eerst met de Game Master en heb nog steeds problemen mee. En nu ook met een bezeten pop. Vergeet ik even niet te abonneren met het belletje aan. En wie weet krijg jij een dikke shout-out in de volgende video. Ja, dames en heren, ik ga het weer terugbrengen. Een shout-out in de video's. Dus doe dat, zou ik zeggen. Maar holy moly. Ik heb echt zieke hartkloppingen tegenwoordig. Ik kan niet meer normaal slapen. Alles is helemaal bezeten. Het is echt gewoon alsof ik in de hel slaap. Ik zweer het je. Ik wil zo snel mogelijk verhuizen als het nog zo even doorgaat. Maar goed, weet je, we kunnen wel een beetje gaan lopen zeiken. Maar misschien is het ook de hoogste tijd om zo meteen even te kijken. En ja. Oké, dames en heren. Ik word al een lange tijd lastig gevallen over de telefoon. Ik word me steeds gebeld. En ja, om 3 uur 's nachts is sowieso eigenlijk wel logisch. Want dat is eigenlijk de bedoeling. Zoals jullie weten, het is 3 uur 's nachts. En ja, er is dus een grote kans dat ik gebeld word. Kijk, dames en heren, nu we het over de duivel hebben, word ik inderdaad gebeld. Kun jullie zien het ook al staan, denk ik. No caller ID. Weet je, laat van opnemen. Kijk hoor, hallo met Lano. Ik zit hem even luidspreken. Hallo? Wat moet je van me? Ga je nog wat zeggen? Hallo? Yo. Kun je dat alsjeblieft even herhalen? Oké, okay, hij zegt dat ik naar de deur moet komen. Zoals jullie zien, ik ben nog steeds met hem in gesprek. Maar oké, okay, laten we bij de deur gaan kijken, want er is iets aan de hand. Oké, okay, let's go. Het is de hoogste tijd om bij de deur te kijken, dus laten we het even buiten gaan doen. Hij zegt niet voor niets. Nou, sorry dat jullie trouwens strepen in de camera zien, maar ik kan nog niet echt aan het licht. Goed, laten we het licht hier aan doen in de gang. En laten we even buiten gaan kijken of er inderdaad iets aan de hand is. Oké, okay, wacht, ik heb de deur dicht voor mijn kat. Hij mag niet naar buiten toe. Dat is in ieder geval één gouden regel, maar oké, okay, kijk. Wacht, voor mij zie ik iets staan. Hallo? Wat moet je van me? Yo! Wacht, dit klinkt niet goed. Wat doet dat ding hier? Wacht, ik pak even mijn zaklamp erbij. Wacht, wat is dit? Ik weet niet wat dit is. En oké, ze is dus blijkbaar verdwenen. Dit is echt heel erg creepy. Maar goed, laten we bij die pop gaan kijken, want ik weet dus niet wat dit is. Even kijken. Oké, hallo? Zit hier iemand in? Ik ga even dat ding eraf halen. What the heck? Dit is gewoon letterlijk een pop die in mijn achtertuin zit. Ja, die zit gewoon hier letterlijk. Die wieltjes zijn helemaal scheef. Dit ziet er echt heel erg creepy uit. Oké, dames en heren, heb ik even die pop hier mee naar binnen genomen. En laten we even deze ergens neer gaan zetten, weet je wel. Dit is echt heel erg creepy. Oké. Het zal een beetje lastig filmen met licht, maar dat maakt niet uit. Dit is heel erg creepy. Ik heb dus blijkbaar hier een pop. Kijk hoe dat ding eruit ziet. Ik heb die muts in mijn handen. Goed, laten we die even op tafel neerleggen. Ik vertrouw dat ding niet. Het is echt super eng dit. Dit is echt een van de meest enge, rare video's die ik op dit moment heb meegemaakt. Oké, dames en heren. Ik kan ondertussen even wat halen. Dit ziet er niet heel goed uit. Maar goed. Oké, ik ben er zo terug. Nou, ik heb nog een onderzoeker. Oké, dat ding ben ik dus blijkbaar kwijt.
Wat ik eigenlijk aan het zoeken was, was zeg maar, een flesje waar ik zeg maar, water over in kan strooien. Om te kijken of het ding niet haunted is. Ik hoop dat het met normaal water werkt, maar ik denk het niet. Het moet echt per se met zo'n bepaalde buis. Ja, ik heb nog niet mijn video's laten zien, maar ik denk wel dat jullie weten waar ik het over heb. Goed, ik ga het op een andere manier doen. Oké, laten we even een beetje water pakken. En even kijken of die pop uiteindelijk kan reageren. Dat is wel de bedoeling. Ja, geloof het zelf dat een glas water kijkt of dit wel of niet bezeten is. Wow. Ik hoor echt heel veel lidflitsen, man. Jezus, lidflitsen. Ik kan het niet eens meer woorden, man. Holy damn. Oké, het heeft een duidelijk effect. Er komen dus lichtflitsen vanaf. Oh, dit is super eng. Goed, we weten al genoeg. Deze pop is dus haunted. Nou goed jongens, ik vind het gewoon echt super eng worden op dit moment. Deze pop, ik weet niet wat ik met deze pop aan moet. Goed, wacht. Ik hoor iets boven. Ik ga even kijken boven, jongens. Oké, er is dus blijkbaar helemaal niks aan de hand. Ik weet echt niet wat er aan de hand is precies. Ik dacht, ik hoor dingen boven en zo. Nou, misschien is het de wind of misschien is het de deur. Ik heb werkelijk waar geen idee. Maar ik vind het echt heel erg creepy. En ja, ik weet eigenlijk niet meer wat ik hier precies mee aan moet. Maar ja, dat er in ieder geval een pop haunted is, dat wil ik ondertussen wel geloven. Het ziet er ook allemaal niet zo heel erg best uit, moet ik eigenlijk ook allemaal eerlijk bekennen. En ik weet ook, ja, ik ben echt gewoon confused. Zoals jullie zien, ik weet echt niet wat ik moet zeggen. Normaal weet ik dat al heel goed, maar ik kom echt niet normaal uit mijn woorden dit keer. Het is gewoon een beetje van het gekke dit keer. Ja. Wat gebeurt er eigenlijk de laatste tijd? Game Master, de bedreiger, maar dat is al een tijdje terug. Daar zijn we gelukkig vanaf. Maar de Game Master ook weer zoiets. Allemaal nog achter me aan. Ik word gewoon niet een keertje met rust gelaten. En dat is eigenlijk wel wat ik wil. Gewoon een keer normaal met rust gelaten worden. Want het gaat wel een beetje ver. En dat meen ik echt. Goed, misschien gaan we die pop er even meenemen. En eventjes goed onderzoeken. Wacht. Waar is die pop? Alleen die mups ligt hier. Alright. Dit is echt heel vaag. Waar is die pop gebleven? What the heck? We hebben alleen die muts. Goed, dit kan toch geen toeval zijn gewoon. Dit is echt heel erg creepy gewoon. Weet je wat, we gaan eventjes weer buiten kijken of die stoel of die ding is er nog wel ligt. En als dat niet zo is, ja dan is het gewoon zo. Dus laten we even lekker gaan buiten kijken nu. Oké, laten we even lekker naar buiten gaan en eens even kijken of die pop er dus namelijk is. Ik vind het echt heel erg creepy worden op dit moment. Even kijken of die ding is er nog staat, daar kijk ik in. What the heck, dat ding is dus gewoon letterlijk verdwenen. Hoe dan? Dit is echt gewoon heel erg mysterieus. Ik snap er dus helemaal niks meer van. Ja, misschien moeten we gaan boven kijken. Het is gewoon echt mijn huis die bezeten is. Dat kan niet anders. Waarom is dat ding verdwenen? Ik snap er dus helemaal niks van. Oké, jongens, we gaan even lekker boven kijken. En ik weet anders ook nog niet. Ik film gewoon even op dit moment real time. Dus al wat gebeurt is gewoon echt gefilmd. Het lijkt me echt sterk dat hij op dit moment gewoon boven is. Maar hey, voor je het weet is hij ook gewoon letterlijk boven. Laten we even lekker gaan kijken, weet je. Alle deuren zijn dicht. Ik zie dus hier helemaal niks. En ja, mijn camera is een beetje rot aan het worden. Want zoals jullie zien, hij stelt heel slecht scherp. En dat is vervelend. Maar goed, hier is dus geen pop. En ja, hier beneden ook niet echt. Dus dat is allemaal een beetje gek. Wacht, what the heck? Dit licht gaat me uit. Hoe dan, dames en heren? Hoe gaat het licht ooit uit? Ja, het kan wel, maar het is een beetje vaag. Het is niet donker. Al licht is dan uit. What the heck? Het licht staat in één keer weer aan. Hoe dan? Net als het of een stroomstroom is. Boah, ik kom echt niet meer uit mijn woorden normaal. Het is gewoon niet normaal voor een video meer. En what the heck? Dit ding is in één keer hier. Hoe kan het ding ooit zo snel in één keer van hier? Ja, ik snap er dus helemaal niks van. Hoe kan die überhaupt zo snel verdwenen zijn? In één keer is die pop gewoon letterlijk hier. Alle deuren zijn dicht. Ik zie dus hier helemaal niks. Het is creepy, man. Het is echt heel erg creepy. Misschien moet ik even mijn gezicht gaan wassen of zo, want ik geloof er niet van. Volgens mij ben ik niet meer helder of zo. Ik klop iets niet naar mijn gevoel. Het is allemaal heel erg raar, het is heel erg vaag. Maar ja, voor je het weet is er wel iets aan de hand. Ik weet ook helemaal niet wat er aan de hand is. Weet je, we kunnen beter alles gewoon filmen voordat er iets gebeurt. En laat ik eens even mijn hand gaan wassen. Want dan moet ook echt gebeuren natuurlijk. Dit is echt allemaal heel erg vaak en ik weet ook niet wat er aan mijn hoofd gespeeld wordt. Ik zit allemaal wat ik tegen te herhalen, maar dit is echt zo. Dit is allemaal wel echt vaak, moet ik zeggen. Ik
Ja, die is nog wel even links. Wat de heck is er gebeurd? Wat doe ik in deze kast hier? Waarom word ik hier wakker? Ik weet niet wat ik in mijn hand had, was er straks. Toen ging het licht uit. Toen wist ik niet meer wat er gebeurde. Oké, ik weet dus niet wat er aan de hand is hier. Voor mij ben ik heel even ingezoomd. Dat was niet eens de bedoeling. Wat de heck is hier aan de hand? Die pop is echt niet te vertrouwen gewoon. Weet je wat? Misschien moeten we die pop gewoon hier opsluiten. En ook gewoon lekker opgesloten laten. Want nou is het echt gewoon niet meer leuk. En die pop gaan we ook gewoon lekker opsluiten. Weet je, neem even heel die pop hier mee. Ja, die ligt dus hier zo letterlijk. Ik zat die beelden terug te kijken net. En ja, dat vind ik gewoon echt heel erg raar. Die pop sluiten we gewoon lekker op. En that's it, oké? Misschien is het de hoogste tijd om in de volgende video deze pop open te snijden. En achter te komen waarom hij zo bezeten is. Iets klopt niet naar mijn gevoel. Wil je dat ook? Laat dan even een like achter. Kunnen wij voor de 500 likes gaan op deze video? Als wij de 500 likes kunnen halen, ik weet dat we het kunnen. Gaan we deze pop opensnijden? En met de 1000 likes gaan we dit eerder doen. Dus ik zou zeggen, laat even massaal dat blauw duimpje achter. Vergeet even niet te abonneren met het belletje aan. Want hoe meer abonnees, hoe meer mensen mij kijken, hoe eerder ik deze pop ook ga openmaken. Dit ding is niet te vertrouwen. Echt niet. Ik vind hem zo creepy. Dat meen ik echt. Kijk die ogen. Die ogen alleen al zegt mij al dat het niet aanstaat. Jongens, we gaan deze pop opsluiten gewoon. En ja, doen we dat. Hopen dat hij er ook niet meer uitkomt. Zo, ik hoop dat je goed zal slapen.